hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben kip aan het bakken voor mijn lieve zelf. Zo. Volgens mij is het al klaar. Ik ben hier de dressing aan het maken. Met suikervrije mayo. En mosterd, olijfolie, een beetje citroen die ik eigenlijk mis. Pieslook en zout, peper. Zo, even een sla gemixt met dressing. Zo, twee borden met sla en Caesar dressing. Wij maken tomaatjes, komkommer en avocado. Dan komt nog lekker kaas overheen. Zo, dit is mijn salade. Ziet er goed uit, joh. Heerlijk. Onze salade, onze. Pesce salade. Oh ja, ik heb het ook van Nessie gemaakt natuurlijk. Lekker hoor, Ness. Lekker. Ik kom net uit de douche. En ik heb even zelf ingesmeerd met zelfbreunen. En het is best wel goed gelukt vandaag. En ik heb gelijk van hier parfum opgedaan, zodat ik niet die vieze tentgeur weer ga krijgen. Ik ga nu even snel mijn make-up doen. En daarna mijn haren. En dan komt Honey hierin als het goed is. En dan gaan we samen vertrekken naar Amsterdam. Klaar met make-up. Ik moet alleen straks nog mijn lippen doen, maar ik wil ze nog even eerst hydrateren. En ik heb echt heel droge lippen. Ik ben nu van die individuele wimpers aan het plakken. En het ziet er tot nu toe echt goed uit. Ik heb er hier al twee geplakt en dan was er dikke gat tussen. En ik ga de rest even snel vullen. Zo, ik ben klaar met mijn wimpers. Ik vind het er wel goed uitzien. Eigenlijk echt iets heel simpels aan. Ik dacht echt gewoon aan een midi jurk. Heel simpel. Ik heb dus bij de Zara geshopt. Had ik twee van deze jurken gescoord. En ik zit er te twijfelen welke kleur ik aan moet doen. Ik vind ze allebei echt super mooi. Ik had net de beslissing gemaakt om deze kleur aan te doen. Toen dacht ik nee. Deze is echt veel beter. Want ik wil alweer... Ik heb al heel lange tijd deze schoenen niet meer aangehad. En ik wil ze vandaag echt heel graag aan. En kijken hoe cute ze samen gaan. Eén keer hoe mooi deze jurk is. Ik denk dat jullie net op de bank helemaal niet zo tof zouden vinden. Maar kijk hoe cute die staat. Echt. Love it. En is het echt zo fijn. Het is een maatje S. En ik moet nu even heel snel mijn haar fixen. Zo, ik heb mijn haar net gedaan. Wat een verandering. Alleen ik irriteer me echt aan dit plukje hier. Dus ik denk dat ik het gewoon ga vastpinnen. Dat ik voor zo'n kapsel ga, zeg maar. Hier een beetje strak zo. Dan dit. Dat heb ik laatst ook gedaan met andere opnames. Dus toen zat mijn haar gewoon super mooi. Dus ik denk dat ik dat nu ook ga doen. Ik denk dat ik echt letterlijk overal in huis honing is. Zo, ik ga het plukje even zo vastzetten. Met dit ding heb ik echt letterlijk overal in mijn huis. Gewoon moet haar haar nog stylen. Oh, ja, ben je al bezig? Oh, oké. Okay. Ik heb alleen nog even de stopcontact nodig, maar ik ben zo klaar eigenlijk. I am finished, bijna. Ik heb gel nodig, welke zal ik gebruiken? Deze. En deze. Want dit plukje irriteert me, kijk. Oh ja, het is... Dus ik ga het gewoon zo vastmaken. Ja, ik heb het ook vastgemaakt, mijn plukjes. Ja, dit is gebeurd haar. Het is echt zo lelijk haar. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Te kort. Even deze ring om. Met die maansteen. Because I like it. En deze oorbellen ga ik dragen. En mijn Louis armband. Hey guys, ik ben helemaal klaar. Make-up is klaar. Haar is klaar. Clip is erin. Ik ben echt blij met mijn make-up vandaag. En mijn wimpers. Die heb ik zelf bijgevuld. En dit is mijn outfit. Jurkje van de Zara en schoenen zijn ook van de Zara. Er staat echt leuk erbij. Ik laat jullie even zo mijn outfit zien. Dit is mijn jurk, mijn hakken, hele outfit van de Zara. Uiteindelijk toch wel blij met mijn look. Ik dacht, oh, dat gaat helemaal niks worden vandaag. En de hond ziet er ook echt leuk uit. Kom eens, laat je jurk zien. Ze heeft een jurk van Boohoo aan. Kijk, één keer. Zalmkleur heeft er echt nooit aan. Je moet zo gewoon ver en dan bukken. Ja. Kijk, er is Honey vandaag.
wij zijn nu bij de tank. We hebben net een frikandelletje gegeten. Even een beetje eten voordat we daar aankomen, hongerig. Maar Hon is echt heel erg lief. Eigenlijk zou ik daar helemaal alleen heen gaan. En toen kwamen ze mee. Heel lief. Ze hebben zelf vandaag vrijgenomen voor mij. Hon is echt lief voor mij. Ja. Wij gaan nu even snel naar Amsterdam. Ik wil iedereen een vriendin hebben zoals Hon. Ga je nou opmaken? Ik heb alleen een beetje lipgloss gegeten. Lipgloss. Even een adres invoeren. Want waar moeten wij heen? Amsterdam. Ja, ik ben niet bekend in Amsterdam. Maar zei, wij gaan gewoon naar een event. Maar wij doen echt alsof we op avontuur gaan. Want met ons allebei is altijd op avontuur gaan. Maar kijk. Dit soort muziek moet je dus luisteren als je met Honey in de auto zit. Oh, weer. Oké. Okay. Women like you, do my work. Amsterdam. En wij reden er net even langs en het was echt fucking druk voor de ingang. En ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Dus gelukkig heb ik om mij en ben ik hier niet alleen heen gekomen. Ik vind events altijd toch nog een beetje eng of zo. Wij zijn weg bij het event. Ik ben hier met de meiden. Die ziet jullie niet. Waarschijnlijk gaan we samen eten of zo ergens. Wil je ergens eten of niet? Yes. Ja. Oké, okay, let's go. Dus wij zijn nu bij de Meram. Lekker aan het water. We hebben net onze bestelling. Nee, we hebben onze bestelling nog niet gedaan. Ik lieg gewoon. Ik heb een theetje besteld en we gaan nu nog even eten bestellen. Ik denk dat ik voor een slaatje ga. Maar ik twijfel of ik voor kufta ga en dan apart salade of gewoon voor een zalmsalade. De zalmsalade is er en ik heb extra avocado bij gevraagd. Ziet er echt goed uit. Eet smakelijk, jongens. Guys, we zijn net weg bij de Meram. Gaan jullie vertellen wat er is gebeurd? Hoe dan jij moet vertellen? Vertel. Nou, er waren dus een aantal jongens die het nodig vonden om naar ons te fluiten. En precies op dat moment val ik over de trein. Zit op de grond. Keihard, hè? Ja, het schande gewoon. Ja, het was wel grappig, maar ja. Ik ga jullie even afzetten bij station Sloterdijk en daarna gaan we door naar Rotterdam. Het is echt al best wel laat, hè? Het is 10:30 al. Oh, volgens mij heb ik een stoplicht gemist. Zo, ik heb net Honey afgezet. Even de camera goed doen. Ja, dat was toch goed. Ik heb net Honey afgezet thuis en nu ben ik aan het rijden naar mijn eigen huis. Het was echt super gezellig vandaag. Ik ben dus naar een boel-event geweest. Ik kom daar binnen. Heel harde muziek, maar het was echt super gezellig. Ik kreeg dus hapjes, drank en je kon een hele collectie bekijken, de nieuwe collectie. En je kon zelfs de kleding passen en bestellen als je dat wou. Het was echt wel leuk. Ik heb even een paar nieuwe mensen gezien, dat was ook wel leuk. En toen, daarna ben ik dus met Hoedan en Shema, die ik overigens, ik weet niet of het voor de mensen die... oh sorry, het is niet scherp, het is donker namelijk hier. Voor de mensen die ook Shema volgen, Le Petit Beirut op Instagram. Ik ken haar dus al 10 jaar, vanaf vroeger. Zij is gewoon... Ik mag haar echt heel erg graag. Ik ken haar echt sinds ze 12 was of zo. Leuk om haar ook weer te zien. Zijn we dus naar Meram gegaan met z'n vieren. Honey was natuurlijk ook mee. Hebben we heel lang gekletst, waardoor het een beetje later is geworden dan normaal. Want ik wil eigenlijk best wel gewoon vroeg thuis zijn. Maar het was echt zo gezellig dat we niet door hadden hoe laat het was. En uiteindelijk zijn we best laat vertrokken. Ik heb ze op het station afgezet en toen ben ik doorgereden naar Rotterdam. Dat is een beetje een korte samenvatting van vandaag. Ik ga nu even naar Nessie. Ik had hem net gebeld en hij was in de gym, waar ik overigens echt heel erg van baal. Want ik wil vandaag eigenlijk ook heel graag naar de gym. En eigenlijk moest ik in de ochtend al gaan, maar ik heb in de ochtend dus, wat ik dus echt totaal niet heb gefilmd. Ik heb in de ochtend het huis lopen schoonmaken. Nessie heeft de vaat gedaan. En toen heb
heb ik nog voor ons een lunch gemaakt. Jullie hebben die gezien, die Caesar salad. Toen heb ik ook nog daarna heel snel nog een keer lopen stofzuigen. Ik heb gedoucht, mijn haar gewassen en opnieuw gedaan, wat echt heel veel tijd van mij vergt. En daar heb ik gewoon alle tijd voor genomen. En ja. Thuis. Nessie, waarom ga je weg? Ik wil je laten zien dat jij hierop bent. Nessie, me zien. Hallo jongens. En Nessie heeft lekker getraind. Ik ben heel erg jaloers. En weet je wat ook Nessie heeft gedaan vandaag? Nessie heeft prep meals gemaakt. Waar ik echt heel erg jaloers op ben. En hij heeft gewoon, kijk hoe clean dit eruit ziet. Kijk, dit is nu onze diepvries. Kies maar een maaltijd uit. Echt goed gedaan, schat. Ja, een voorbeeld van een maaltijd. Maar die is ingevroren. Dat ziet er niet zo lekker uit. Kijk dan. Goed gedaan hoor, schat. Hoe heb je ze gekruid dan, de kip? Allee, ik weet niet. Ik zag gekke Turkse kip. Zo, ik kruik het. Ja, die heb ik gebruikt.